Ja, vrienden, ik heb eens even zwaar, zwaar nagedacht. Ja, dat gebeurt mij ook wel eens. Heel soms hoor, heel soms. En toen heb ik maar zitten piekeren en optellen en zitten aftrekken over het Nederlands elftal. Ja, want ik denk bij mezelf, hoe moet dit nou verder? Het plaatje rond het Nederlands elftal. En ineens kwam het tot mij. En hup, ik zag het licht in de tunnel. Ik heb het gezien. En ik ga het jullie vertellen. Heel gauw, want het is me net gebeurd. Dus ik kan niet wachten om het met jullie te delen. Ik zie het als volgt. Die Dwight Lodewegers. Hè? Ja, die is nu interim bondscoach. Nou, en die Lodewegers, daar weet ik van dat Koeman daar razend enthousiast over was. Ja, want die is dus tactisch sterk. En die is ook nog eens een keer een hele goede veldtrainer. Want, kan je nog herinneren het briefje toen? Met die gelijkmaker van Virgil van Dijk. Kreeg een briefje. Dat briefje was gemaakt door Dwight Lodewegers. Dus, als ik de KNVB was, en ik ben nu even de KNVB natuurlijk, dan zou ik Dwight Lodewegers gewoon houden. Niks aan doen, dat is je assistent. En daar zet je boven Henk ten Katen. Juist, dat kwam tot mij tijdens dat zware nadenken. Want die Henk ten Katen, die kan volgens mij fantastisch overweg met die hele diverse groep. Ja. En die heeft natuurlijk een ervaring, daar word je achterlijk van. Die was bij Chelsea, die was bij Ajax en die was bij Barcelona. Dus dan denk ik, oké, dat is een goede combi. Ten Katen samen met die Dwight Lodewegers. Die gaan dat een jaar doen, of anderhalf jaar, weet ik veel. En dan op weg naar de WK, dan krijgen we een ander scenario. Daar komt hij aan. Wat gaan we dan doen? Dan gaat de KNVB, die gaat naar Ten Hag. Ja, daar is hij, Ten Hag. De man waar ik het helemaal in zie zitten. En die gaat de KNVB dan vragen. Want over een jaar, anderhalf jaar, is Ten Hag ook wel ongeveer klaar met Ajax. En Ajax waarschijnlijk met Ten Hag. Dus dan is zijn tijd daar. En is de tijd rijp voor de stap naar bondscoach voor Ten Hag. En gevolg daarvan is dat dan ook een ander die ik op het oog heb, Arne Slot, die gaat dan van AZ naar Ajax. Ja, en dan zijn we helemaal plaatje compleet. Dus concluderend gaan we dus met Ten Katen Lodewegers naar het EK. Niks aan de hand. En met Ten Hag naar het WK. Hehe, helemaal alles opgelost. KNVB, gewoon doen.